vlagen vreemden dan maar? Ik weet niet hoe ver ik kom, maar kijk maar. Die kan hier blijven staan, dus dat is goed. En al die andere kleren moet ik dan allemaal meenemen. En ja, die moet ik thuis ook nog nodig. Dus. Ja, wat doen? Moet er volgende week wel eens gaan sjouwen. Want volgende week gaan we weer zitten vieren. Ja. Ja.
vast optreden iedere woensdag. Iedere eerste zondag van de maand of zo. Ja, oké. Okay. Heeft hij gewoon gecanceld? Hij had op een gegeven moment had hij er genoeg van. Dus is hij dus buiten de band om en die kroeg toe gegaan en gezegd: in deze kuttent spelen wij niet meer. Dus ik zeg: wat je hebt gedaan. En later werd hij kwaad van: ja, en we hebben helemaal geen optredens meer. Dat ik er optreden geregeld in de Flater. Heeft hij gedreigd om die ook af te gaan zeggen. Omdat? Spin in zijn kop. Heel apart. Echt, totaal. En later hoorde ik dus ook dat Jan Willem dus een beetje, nou, met alle muzikanten waar hij mee gespeeld heeft, nou ja, die knijpt er allemaal ruzie mee. Ja. En je hoeft me niet om aan te spreken hoor, want hij zal die lente zeggen, ja, maar dan moet je niet zelf kijken. Ja. Niet mee. Wat ik gezegd heb, als we luisteren dus veel naar de over, ik weet zo'n beetje alles van ons. Mm. Wat ik gezegd van met die mensen niet mee in discussie gaan. Mm. Alle contact vermijden. Mm. En er was zelfs geadviseerd, verblijf niet in dezelfde ruimte met mensen. Mm. Want dat alleen al, dat je gewoon. Mm. Ik vroeg laatst van Nina van, goh, en hoe gaat het allemaal thuis? Ja, zes. Het wordt gewoon eng. Ja. Als we dan s'avonds zitten eten, zitten ze met z'n tweeën te eten, zitten we dan alleen maar naar mij te kijken. En ja, ik sta me aan de boord van mijn man. Ja. Maar ze ziet gewoon uit de ooghoeken dat de moeder van me zou zitten. Zij, het is net alsof de energie vanuit mij naar haar vloeit. Ja. Ik word er gewoon doodmoe van. Ja. En dat was. Ja, Nina had gezegd van. Mam, ik ga vanavond huiswerk maken in de bibliotheek. Want in de bibliotheek hebben ze van die studiehokjes. Ja. Dan spreek ze af met een vriendin of zo. Ja. En dan zegt mijn ander zo van, waarom? Ja, ze bleef gewoon zo staan. Ik wist er gewoon geen antwoord op te geven. Ja, ze had gewoon afgesproken met de vriendin. Hmm. En de moeder wilde weten ook, waarom? Ja, en als ze er dan op ingaat, dan heb je dikke kans dat mijn ander gewoon iets aangrijpt. Zeggen, oh, maar dat gaat niet door. Als het om die reden is. Gaat het niet om. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Weet ze ook van tevoren niet, maar dan moet je gewoon wat zeggen. En dan zegt ze, nee, oh, dat mag dan niet. Heel. Echt, dus, die mensen zuigen energie eigenlijk. Je hebt dat ook wel eens gezegd van tijd. Ja, nou, wat mij dus voornamelijk opviel, dat was. Dat ze wel heel zeer bepalend bezig zijn. En dat is, ja, dat is, bijvoorbeeld, ik heb me nog één keer herinneren, dat Gert gaf een feest. Mm-hmm. En iedereen die was gezellig met elkaar aan het praten. Uh-huh. En Tij die komt dus binnen. Uh-huh. En die is dus zagrijnig. Uh-huh. En die blijft net zo lang zagrijnig in de hoekje zitten, totdat dus gewoon echt de hele zaal dus stilvalt. Ja. Weet je wel? Ja, dat bedoel ik. Ja, het heeft gewoon impact, ja. Dat klopt. Ja. En dat is. Ik ben aan de kant precies aan. Maar ja, aan de andere kant neem ik mezelf dan ook wel vaak dingen kwalijk van. Als ik dan weet van dat er van bepaalde mensen bepaalde zaken niet te verwachten is, dat je dan toch tegen beter weten in, maar blijft hopen dat het toch anders kan. Weet je wel? Ja, maar daar kan je niks aan doen. Nee, oké. Okay, ieder mens is zo geprogrammeerd. Hè? Ja, dus dat is. Je gaat altijd uit dat die andere mens is als jij, op een of andere manier. Ja. Dus, ja, en Tij dus ook. Tij gaat ervan uit van ja. Ik heb je eigen genoemd, maar dat doe ik tegen je maat ook. Je projecteert je eigen denken op een ander. Ja, dat is een beetje. Dat doe je dus ook als je zelf positief bent. Ja. Denk je, ja, ik flap ook wel eens een beetje raar uit de hoek. Ja. We zien het door de vingers, weet je wel. Ja. En dan geef je iemand maar weer een kans en maar weer een kans en maar weer een kans. Ja. Ja. En iedere keer trek je een kost zijn. Ja. Ja, dan kan je dus, ja, je kan er alleen maar wat aan doen door je ervan bewust te zijn. In mijn geval gewoon heel veel van therapeuten en zo, die ervaringsdeskundigen. Ja.
zo werkt het. Je kan er niks van doen, je kan die mensen niet genezen. Ja. Ze zijn wel te genezen, maar nu moeten ze zelf naar de dokter. Ja, dat doen ze. Maar doen ze. Ja, een hele lange discussie. Maar dat opgeschreven is wat het zo is. Dat zijn we. Nee, maar dat is. Ik had het vandaag met een collega er ook over. Dat. Ik zeg, er zijn bepaalde mensen. Dat is er ook in de bouw. Met uitvoerders voornamelijk dan. Die kom ik eens in de 100 keer tegen. Want sowieso, dat is ongeveer de frequentie. En. Ik zeg, het heeft geen zin inderdaad voor mij om inderdaad in dezelfde ruimte te zijn met deze mensen. Ik weet gewoon, hier krijg ik, hier ga ik me aan ergeren. Hier ga ik me, ja, weet je wel, dan ga ik boos over worden. Dat gaat inderdaad energie kosten. Dus kan ik er maar beter zo snel over dan zijn. Ik heb het één keer meegemaakt, toen kwam ik op een bouw. Een uitvoerder die zei in eerste instantie, hij zei van, hij zegt nou, denk hoef je niet. Dat doe ik wel voor je. Oh. En toen zei ik tegen die man, ik zeg nou, dan ben je de eerste in de hele wereld die dat kan. Voor een ander denken. Mm-hmm. En toen is het ook meteen niks geworden. Toen waren de witte broos, ben ik al voorbij. Ja, nee, want dat is, bedoel, kijk, dat is dan de ervaring, hè. Dat is dan de ervaring. Maar het is wel zo dat